Ik heb van Mountain de Makaloo 67 muis mogen ontvangen en uitproberen. En ik kan jullie dus nu laten weten hoe het daadwerkelijk is. En trouwens, je krijgt er ook nog een extra paar voetjes bij in de doos. Wat ook best wel heel leuk is. Als eerst gaan we even het design bekijken van de Makaloo 67. Als eerst zul je zien, het is een lichtgewicht muis die niet gebruik maakt van honeycomb design. En dan zul je denken, wat is dit dan? Ze noemen dit dus de ribcage design. Dus het heeft een beetje een ribbenkast effect design-ish. Je moet er maar van houden. Ik vind het op zich best wel tof uitzien. Maar als je meer bent van de honeycomb, dan is dit toch niet de muis voor jou. Verder rest heeft natuurlijk knopjes. Verrassend, de muis heeft knopjes. Een linker en een rechter muisknop. Maar ze maken gebruik van Omron switches. Die 50 miljoen keer mee kunnen gaan. Dus je kan 50 miljoen keer op dat ding klikken. Voordat de muis denkt van, ik heb er niet meer zoveel zin in. En dat duurt nog wel eventjes voor jij die aantallen bereikt. Tenzij je heel veel cookie clicker elke dag doet. Weet je, dan is het natuurlijk een ander verhaal. En je hebt natuurlijk twee zijknoppen op de muis zelf zitten. Ik heb wel eens ervaring gehad met Zoe, dat het heel losjes en een beetje wiggly zat. Dit is gewoon lekker stevig op zijn plaats en het voelt gewoon lekker tactile aan. Net zoals de knopjes van de linker en de rechter muisknoppen. Van de rest heb je nog een DPI knop hierboven en heb je nog een indicator bovenop de muis zitten om te zien van op welk profiel jij nou zit van een DPI. Dus als je op een knopje drukt, dan gaat hij bijvoorbeeld eerst op het eerste rondje, dan op het tweede, derde en vierde. Dus dan weet je precies van, ik heb nu op deze DPI staan. En de DPI kun je trouwens gewoon aanpassen in de Basecamp software, die gewoon op hun website ook staat. En voor de rest natuurlijk heeft de muis een wiel. Verrassend. Deze wiel kun je trouwens ook gewoon inklikken, maar je kan niet horizontaal scrollen, wat sommige muizen wel kunnen. Zelf maak ik er niet gebruik van, dus mij maakt het niet zo heel veel uit. Maar als jij dat echt wil, het zit dus niet op deze muis. En voor de rest natuurlijk heb je een kabel erbij. En ik moet wel echt zeggen en echt goed bekennen dat ik absoluut hou van deze kabel. Waarbij ik voorheen eigenlijk alleen maar Razer muizen heb gebruikt. Dus Razer Dettaal, de Elite, V2 Pro. V2 Pro is trouwens draadloos. Waarbij ik na de V2 Pro dacht van, Ik hoef geen bedraden muis meer. Ik hoef niet meer zo'n lelijk draadje te hebben die alleen maar overal aan haakt en waarbij ik gewoon echt mee maatloos aan kan irriteren. Deze kabel van Mountain, van de Makaloo 67, merk je niet als het aan jou over jouw bureau heen zit te slepen. Je merkt niet of zo dat hij weer ergens achter hangt en dat het opeens zwaarder is om je muis te bewegen. Dat heb je niet. Het voelt gewoon lekker licht aan. Praktisch eigenlijk gewoon alsof je draadloos al gebruikt. Maar natuurlijk, je ziet natuurlijk de draden over je bureau heen lopen. Dus dat zie je natuurlijk wel. Dat is natuurlijk het enige verschil wat je dan niet hebt met een draadloze muis. Maar het is echt, je merkt het gewoon niet. Je merkt echt gewoon niet dat je een draad hebt. En dat is super fijn. Ook zul je merken dat de kabel op een kleine hoek vanuit de muis gaat. Zodat die zeg maar zo laat mogelijk pas op je tafel hoeft te liggen. Om zo'n minimale hoeveelheid weerstand natuurlijk te bieden. Voor als jij aan het muiseren bent. En dan absoluut het belangrijkste voor een PC-gamer. Je hebt natuurlijk ook RGB-verlichting in de muis zelf zitten. Ik moet wel eerlijk bekennen, de RGB-verlichting is wel een beetje matig. Als ik bijvoorbeeld een rainbow color wave effect aandoe. Dus dat die helemaal in regenboogkleuren helemaal rondomheen gaat. Merk ik toch wel dat hij het niet zo heel soepel doet. Waar dat voornamelijk door komt, ik heb ook een berichtje nu gestuurd. Waardoor komt het? Is het een softwarefout of is het iets wat niet gefixt kan worden? Het is namelijk zo dat te weinig ledlichtjes hierin zitten om het heel soepel te kunnen maken. Dus ja, als jij denkt van ik wil regenboog all the way gaan, dan is dat misschien wel een dingetje. Als je een statische kleur gebruikt, dus laten we zeggen je houdt het toch alleen op oranje of blauw of wat dan ook, dan is het natuurlijk wel prima, want daar heb je niet zo last van, natuurlijk omdat je geen regenboogkleur hebt. En dan gaan we over naar de sensor, het hart van de muis. Hoe werkt die? Werkt die een beetje fijn? Is het fantastisch? Is het niet fantastisch? Heb je er niks aan? Ik laat je eens even weten, want het is een echt
goede sensor. Het is echt een goede sensor. Ik heb nergens over te klagen. Maar dat is sowieso een beetje van het ding van de laatste jaren. Je merkt heel veel dat heel veel fabrikanten en muizen hun sensors zo goed maken dat ik überhaupt al het verschil niet eens meer merk tegenover voorgaande jaren met andere muizen. Bijvoorbeeld mijn Dead Adder Elite van Razer. Wanneer kwam die uit? Ik weet niet, iets van 2016 of zo. Die vond ik al fantastisch. En ik kan letterlijk geen verschil merken tussen deze sensor die hierin zit. Want alles gaat al tegenwoordig gewoon zo snel dat ik het gewoon niet merk. Oftewel, als het nog sneller is dan voorgaand, dan weet ik zeker dat jij gewoon wel goed zit met deze muis. Ze maken gebruik van de PAW 3370 sensor. Dus dat is een van de laatste sensors die gewoon uit zijn gekomen. Dus je zit hier echt gewoon goed mee. Alles werkt gewoon perfect. Als ik aan het gamen ben, alles is gewoon lekker soepel. Hij maakt wel gebruik van 1000 Hz polling rate, waarbij je toch wel andere bedrijven ziet gebruik maken van 8000 Hz polling rate. Ik heb trouwens een Viper van 8000 Hz polling rate die ik nog moet uittesten, waar binnenkort waarschijnlijk een video op komt. Dus abonneer natuurlijk daarvoor. Maar 1000 Hz is, ik ben sowieso gewend, dus ik vind het allemaal prima. Maar als je denkt van ik moet echt gewoon die edge hebben met 8000 Hz, is dat natuurlijk niet de muis voor jou. Maar ik vind het snel genoeg al zoals het is. Dus samen met de Makalu 67 komt dus ook software bij. Sommige muizen hebben het niet, sommige wel. Deze hebben het dus wel. Het heet de Basecamp software van Mountain. Dus die moet je eerst even naar de website gaan. Dat downloaden, openen. En dan kun je van allerlei dingen instellen wat je maar wil. Razer heeft bijvoorbeeld als je hem inplugt, je USB, dat hij meteen dat installeert. Deze heeft dat dus niet. Dus je moet wel echt apart eventjes navigeren en erheen gaan. En dus installeren. Eenmaal als je het opent, is alles zo duidelijk als het maar zou moeten wensen. Je kan die verschillende profielen in aanmaken met allemaal zijn eigen instellingen. Je verlichting kan je dus aanpassen met mogelijkheden, dus bijvoorbeeld zoals statisch, color wave, breathing, custom en reactive. Waarbij statisch op alles op één kleur laat, gaat color wave de kleuren dus als een regenboog langs elkaar heen schieten. En breathing geeft het een ademend effect, waarbij de laatste stappen van dat het lampje ongeveer bijna uitgaat, wel een beetje heel abrupt vindt uitgaan eigenlijk. Dus je ziet het wel in deze video hoe dat allemaal precies uitziet. En custom laat je dus de verschillende zones van kleuren aanpassen, maar het blijft wel statisch op die kleur staan. Het is niet zeg maar dat die dan van kleuren verschilt opeens op andere plekken. Dus zeg maar de ene ledje geef je een rode kleur, dan blijft die ook op die rode kleur staan. En de andere die blijven op andere kleuren staan die je maar kiest. En als je reactive bijvoorbeeld doet, dan gaat die op basis van hoe jij klikt op de muis, gaat die dan op reageren. Verder kan je nog de mouse bindings aanpassen naar wat je ook maar wil. Dus als je opeens denkt van ik wil mijn linker muisknop op mijn rechtermuisknop zitten en mijn rechtermuisknop op mijn scrollwiel zitten, dan kan je dat allemaal doen als je dat wil. Ik zie niet iemand die dat snel doet, maar je kan het ook op andere manieren zetten. Verder kan je nog macro's toevoegen aan de knoppen en allerlei opties veranderen, zoals de polling rate, de muisgevoeligheid, de kliksnelheid, de knopreactietijd, angle snapping, liftoff distance en de DPI levels. En ook kun je nog firmware updates installeren. Dus mocht er weer een nieuwe update beschikbaar wezen, kun je dat gewoon via de Basecamp software gewoon gemakkelijk en mooi snel downloaden. En dan gaan we over naar de conclusie. De Makalu 67 is echt een fantastische muis voor zijn prijs. Want hij is €60 en hij heeft echt een super goede sensor. De kabel is super fijn. Ik had echt niet zo verwacht dat ik dit zo fijn zou vinden. Want het is echt de laatste stap voordat je draadloos gaat. Want je merkt die draad eigenlijk gewoon praktisch niet. En dat vind ik echt super goed. En ik gebruik hem nu ook als daily driver voortaan. Naast mijn Dead Adder V2 Pro. Soms zit ik nog een beetje om te wisselen van, ik weet niet, draadloos is fijn en mooier. Maar toch wint deze toch wel. Want ik vind die pasvorm ook fantastisch. En ik vind het eigenlijk gewoon al in al een hartstikke fantastisch ding. Het enige nadeel wat bij deze muis is gewoon die RGB verlichting. Nou zet ik mijn kleuren toch altijd al op statisch, maar als het niet zoveel boeit, dan zou ik zeggen, dit ding voor €60, ik weet niet, ik denk niet dat je zo snel iets beters zal krijgen. En daarom beoordeel ik de Makalu muis een 5 van de 5.
Ja, de RGB is misschien een minpuntje. Maar nog steeds vind ik dat het gewoon hartstikke fantastisch is. En voor de 60 euro dat je spendeert, krijg jij echt een hele keurige muis. En daarmee eindig ik ook de video. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.